Marinus Dijkhuizen, ja, daar leken jullie een punt te pakken en misschien zelfs wel drie. En dan gaat het gruwelijk mis. Ja, dat gevoel had ik ook. We hadden het goed onder controle. Eigenlijk de hele wedstrijd eigenlijk wel een goede teamorganisatie weer, vond ik. Ja, natuurlijk hebben we wel wat weggegeven en hebben we zeker ook wat gecreëerd. Het zal licht in het voordeel van Heerenveen zijn, de kanshouding. Zeker de laatste kwartier, hun gingen wisselen. We konden er niet echt veel meer brengen van de bank. Ze hinkt een beetje op twee gedachten van moeten we toch voor de drie punten gaan. Of een puntje genoeg nemen. En dan zijn ze natuurlijk bang voor onze tegenaanval. Dus ja, alles leek onder controle tot de 82e minuut volgens mij. Daar komen we straks op. Eerst had ik het idee dat jullie pas laat besef hadden van dit Heerenveen is helemaal niet zo sterk. En die eindpas ontbrak ze nu dan. Hè? Met Boutaka en met Van Mieghem die te weinig werden aangespeeld op het moment dat het moest. Ja, hij vond ons aan de bal niet goed. Zeg maar. Wel bij fases redelijk, maar dat kunnen we beter. Dat moet beter. Dat is echt wel een stap die we moeten maken, vind ik. Ik vind ons vaak nog onrustig. Er lag best veel ruimte. Heerenveen was ook slordig aan de bal. Dan moet je beter uitspelen om nog meer kansen te krijgen in dit soort wedstrijden. Dus dat is zeker wel een verbeterpunt, ja. Dan gaan we naar die 82e minuut. Wat gaat daar mis? Ja, volgens mij, ik heb de beelden niet teruggezien, maar Kevin Diemen speelde hem voor mij terug met zijn borst even uit mijn hoofd. En die bal valt een beetje tussen Jordi Dekkers in en Kevin. Want ik begreep in de kleedkamer dat Jordi Dekkers losriep. Dus daarvoor Kevin hem liet lopen. Ja, en hij wil me eigenlijk in de 16 oppakken. Ja, maak daar een inschattingsfout, dan moet de bal gewoon aanvallen en de bal wegschieten. Daar was alle ruimte voor. En nu komt Slagveer ertussen. Ja, en dan valt hij over hem heen of maakt hij een overtreding. Dat zal allemaal wel. Ja, dan wordt daar de wedstrijd op beslist. En is het voor de derde keer op rij dat hij de fout ingaat. Twee keer kost het je punten. Hij zit helemaal stuk. Hij wil niet voor de camera ook komen. Hoe tref je hem aan? Ja, kapot. Helemaal kapot natuurlijk. Hij heeft toch enorm voor zijn kiezen gehad de laatste paar weken in de pers. Allemaal nieuw voor de jongen en dan gebeurt dit weer. En terwijl hij tot de 82 minuten gewoon een prima rust keeper. Hij maakte dan een mooie 1-op-1 met Slagveer. Dus ja, daar markeerde niet zoveel aan. Dus zuur voor hem, zuur voor de ploeg, zuur voor de club. Maar wat ga je doen? Ja, hij is sowieso geschorst. Je hebt Alessandro Dame. Jullie wilden al een keeper hebben, maar dat heeft nu wel noodzaak. Nou ja, Alessandro Dame is een uitstekende keeper, kan ik je vertellen. En die kans is groot dat hij volgende week gaat debuteren. Hij heeft het prima gedaan in de voorbereidingen tot nu toe. Ja, alleen nog geen ervaring. En we moeten sowieso een keeper bij hebben, anders hebben we volgende week geen keeper op de bank. Dus, Rob van Dijk? Nou, Rob moet zeggen is nog wel redelijk fit, maar er moet sowieso een keeper bij. Dus we gaan kijken wat deze week wat de mogelijkheden zijn. Je bent voorafgaand aan dit duel ook al even gaan zitten met je keeper Dekkers naar aanleiding van die twee fouten. Mentaal wordt het zwaarder en zwaarder voor hem, hè? Ja, dat is duidelijk. Dus dat betreft komt het misschien wel mooi uit dat hij volgende week niet kan keepen. Dus dat is duidelijk en overzichtelijk. En daarna hebben we vrij. Dus het is voorlopig weer een aantal weken voor hem dat hij lekker kan gaan trainen en dit kan gaan verwerken. En dan gaan we mij helpen. En dan wordt hij, hoop ik, een betere keeper van. Tot slot, je weet dat wij bij Rijnmond heel erg fan zijn van Lars Hutte. Die zat vandaag zelfs niet eens bij de selectie. Lijkt het huwelijk tussen Excelsior en Hutte over? Nou, dat vind ik een voorbarige conclusie. Maar ik had vandaag gekozen om een extra verdediger op de bank te nemen. Dus Bas Kuipers zat op de bank. En dan moet ik een keuze maken tussen Kevin Vermeulen of Marco Matic of Nino Schaurier. Nou, in dit geval viel die op Lars Hutte. En dat is een luxe positie. En dat is vervelend voor Lars. Maar ik verwacht niet dat een vroegtijdige breuk wordt, nee. Jullie hadden hier wel een punt kunnen halen, hè? En misschien wel meer, want dit Heerenveen valt toch wel tegen. Ja, ik vond het ook inderdaad. Ze konden het niet echt creëren. Je zag dat ze niet zoveel vertrouwen hadden. Dus ik was erg benieuwd de laatste 10 minuten hoe we misschien daar ook nog een kans ging om stiekem nog te winnen hier. Dat had ook zomaar gekund hier. Niet verdiend, maar had wel gekund.